Ik hoef niet te vragen waar we jou van kennen, hè? Met zoveel poezen. Nou, bijna iedereen kent Dikkie Dik, maar mij kennen ze niet. Er wordt niet in mijn boodschappentas geloerd als ik in een supermarkt ben geweest of zo. Ik ben heel blij om niet een bekende Nederlander te zijn. Ja. Maar ja, Dikkie Dik is goed. Die kent iedereen. Ja. Na de Rietveld, toen dacht ik, ik wil nu iets doen. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. En toen ben ik een wereldreis gaan maken. Toen na die grote tocht, toen kwamen we in Nederland. En toen zag ik iemand die ik goed kende. En toen vertelde ik, ik heb zo'n leuk programma gezien in Amerika. Sesame Street. Oh, zei die, we zijn bezig met een groepje mensen om Sesamstraat in Nederland op te zetten. En nou, als je voor wil werken, zeg maar. Dat kon gewoon nog. Ja, dat ging heel makkelijk. En dus ik dacht van, nou ja, ik weet toch niet wat ik moet doen. Weet je wat, ik ga bij Sesamstraat zeggen dat ik wel wat voor ze wilde maken. Dus ik maakte eerst schetsjes van het verhaal. En dan daarna teken ik het groot. En dit is dan op dat dikke papier, want ik dacht, nou, kinderboeken moeten gewoon stevig in elkaar zitten. En je ziet, ik deed het met viltstift, kleurde ik het in. Ik moest iets maken voor de allerjongste kijkertjes. Hadden ze me dus al verteld van kijken en luisteren tegelijkertijd, dus hebben ze een beetje moeite mee. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dus iets van een tekenfilm maken, maar dat was dan te duur. Toen dacht ik, nou, dan maak ik een boekje van nou, hè, 6 tekeningen moet ik een verhaal kunnen vertellen. Toen dacht ik, nou, waar zal ik het over doen? Ach, oh, die leuke kat die ik thuis heb. Dikkie Dik. En zo is het begonnen. Aan de ene kant gaat het zo naar beneden. En aan de andere kant zo. Dan heeft hij daar 2 ogen. Kijkt hij naar boven of naar beneden? Nou, laten we maar naar boven kijken. De neus is ook heel makkelijk. En dit is zijn mond. En dit is de echte Dikkie Dik? Dit is de echte Dikkie Dik. Een witte poes met een blauw en een groen oog. En zijn moeder die ligt daarbij bij die zwart-wit foto. En die had ook een blauw en een groen oog, maar net weer andersom. En het is niet een witte Dikkie Dik geworden? Nou, dat was wel mijn idee, heb ik aan Sesamstraat voorgelegd. En toen hadden ze op dat moment een witachtige poes in Sesamstraat, een handpop. Troel heette die, Troel. En toen dacht ik, nou, dan maak ik hem oranje. En eigenlijk was dat wel zo makkelijk, want ik moest zo ontzettend veel tekeningen maken. Dat ik tekeningen maakte waar alleen Dikkie Dik op stond. En die wilde natuurlijk gekleurde tekeningen maken. Dus dan had ik de achtergrond had ik steeds moeten maken. Maar nu was gewoon de tekening van Dikkie Dik alleen. Was ook al leuk om naar te kijken. En dit zijn de boeken die werden gebruikt bij Sesamstraat. En dan plakte ik daar dus de omslag op. Zodat kinderen konden zien waar het over ging. En hier plakte ik dan de tekening in met de tekst eronder. Zodat als Frank het voorlas, dat hij dus ook die pagina zo kon omslaan. Een nieuw avontuur van Dikkie Dik dus. En deze keer gaat het over een paddenstoel. De zomer is voorbij. Het is nu herfst. En dan groeien er overal paddenstoelen. En dan zat hij daar met kussens, tussen de kussens zat hij met kinderen, zat hij dus voor te lezen. En dan zaten die kinderen om hem heen. En die waren natuurlijk geboeid door wat Frank deed. En die zaten of even in hun neus te peuteren. En dan, ah, Dikkie Dik, zaten ze dan met hun snotvinger op mijn originele aquarellen. Maar gelukkig is dat nooit dramatisch geworden. Ik heb een piepklein mannetje gezien bovenop een grote paddenstoel met rode en witte stippen, vertelt Dikkie Dik opgewonden. Moh, zijn vriendje gelooft het maar half. Heb jij je doelgroep voor ogen als je tekent? Het moet over alledaagse dingen gaan.
En bovendien, er zijn ook dingen die me helemaal niet interesseren. Dus ik ga niet... er komen wel honden in mijn verhalen voor. Ik ben niet zo dol op honden, maar... Dus je kijkt wel in je eigen, hoe je eigen leven in elkaar zit, wat je zelf herinnert als kind. Maar het belangrijkste was toch die echte Dikkie Dik die me inspireerde. Nou, je hebt bezoek. Ja. Ja, die wil natuurlijk dat ik hem over hem heb. Ja. Wanneer komt dat eerste verhaal over mij? Nou, dit is Sokjes, heet die Sokjes. Sokjes komt ook al voor in een verhaal. Als ik nu nieuwe Dikkie Dik verhalen zijn, dat verhalen die of dingen die ik in een boek komen. En in dat boek, daar is deze al een keertje, Sokjes is al een keer geweest. Wat heeft Dikkie Dik nog meer op zijn hoofd zitten? Heeft ook twee oren van die punttoren, hè? Ik heb heel veel lezingen gegeven. Voor mijn gevoel had ik elke boekwinkel en elke school had ik wel in Nederland was ik geweest. Ter plekke tekende ik een verhaal en vertelde erbij en het was zo ontzettend leuk. Al die kinderen die vonden het zo heerlijk om Dikkie Dik verhalen te horen. En als ik tijd heb of zin heb, dan ga ik ook nog een verhaal vertellen, bijvoorbeeld uit dit boek. Dat gaat over pleisters plakken. Dat is trouwens een boek wat kinderen erg leuk vinden, want pleisters schijnen ze heel erg gefascineerd door te zijn. Dat zijn dingen, dat hoor ik ook pas naderhand hoor. Het is gewoon dan bedenk ik doe iets met pleisters. Ik vond het wel heel belangrijk om heel erg poezerige verhalen, dat echte poezers dat eventueel ook zouden kunnen doen. En als ze zich verstoppen en ze zitten achter een gordijn en dan steekt hun staart er nog uit. Ja, die poes weet niet dat die staart er nog wel te zien is en dan daardoor makkelijker te vinden is. Heeft hij voorpoten en dat zijn gewoon drie strepen naast elkaar. 1, 2, 3. Onderaan die strepen zitten zijn tenen. Ik vond de kinderwereld vond ik gewoon leuk en dat was, ja, daar kan je dingen ook permitteren, denk ik. Je hebt veel meer vrijheid eigenlijk. Het is veel... Veel vrolijker. Ongeveer alle boeken die ik heb gemaakt. En dit zijn niet alle boeken die ik heb gemaakt, maar alle boeken van Dikkie Dik die ik heb gemaakt. Maar dat is dan toch grappig dat je bij toeval ergens terechtkomt en dat je zo op je plek valt. Ja, maar zo zit eigenlijk ook wel mijn hele leven in elkaar. Ik doe van alles en ik vind het leuk of haak weer af. Ik probeer het en sommige dingen lukken wel en andere dingen lukken niet. Of dat mijn interesse verdwijnt. En dan is het ook gewoon klaar? En dan is het gewoon klaar. En kan dat ook met Dikkie Dik gebeuren? Nee. Nee. Dag Dikkie Dik, tot de volgende keer.